vandaag staat de eerste Real High Tea Challenge van Dilma op het programma. Wereldwijd is het dan een fenomeen, maar nu in Nederland eindelijk geland. De chefs moeten vandaag hun interpretatie van de high tea gaan presenteren. De echte pairing tussen het eten en de thee. Dat moet perfect zijn. What a great opportunity. Holland has a history in tea that is much longer than most European countries. The high tea is an occasion for socializing. People come together over high tea. So it needs to be genuinely an experience. And what we try to do is to bring that 21st century culinary flair to tea. Beide juryleden zeiden tegen me van dit hadden wij totaal niet verwacht. Dit is iets heel anders dan wat we voorheen hebben geproefd. En, het winnende Nederlandse team liet eigenlijk alles samenkomen. Van begin tot eind werd er een verhaal verteld. Het was echt briljant. We came here with expectations of seeing a more or less traditional high tea with a modern little twist. But the Dutch had the courage to break the mold. They went outside the square and it worked. It was brilliant. Wat we anders hebben gedaan dan andere deelnemers is buiten het boekje. De jury laten slurpen, staand. We zijn bij de jury aan tafel gaan zitten, een lekker kopje thee gaan drinken. Ik vond het mooiste gerecht vond ik vandaag het VOC-broodje. Het VOC-broodje was precies uit de verf gekomen zoals we bedacht hadden. En ook met de food pairing en met de cocktail erbij, sloegen we echt de spijker op zijn kop.